Yo kijkers, welkom dat jullie kijken naar deze nieuwe verdraft video. Vandaag gaan we gelijk beginnen met een drapje. Als jullie de vorige video nog hebben gezien, kunnen jullie zien hoe ik mijn draft heb samengesteld. En heb ik gelijk gewonnen. Dus dat is allemaal wel leuk om terug te kijken. Als je die nog niet had gezien, kijk die video eerst voordat je deze gaat kijken. Want het is de tweede keer. Het kan zijn dat ik gelijk uitleg. Hopen we natuurlijk niet, maar ja. Zo, waarom valt die uit? Het is alleen jammer dat ik geen Maradona heb gekregen ofzo. Had ik nog best kunnen gebruiken. Oh, dan gaat hij mis. Jammer genoeg kan hij ook niet schieten, maar... In deze mode. Ik ben Luis Figo, dus... Daar ben ik blij mee. Aguero is de belangrijkste aanvaller. Zo, waarom zei je dat zo serieus? Aguero is de beste aanvaller. Vandaag wordt er gespeeld in een klassieke 4-4-2. Ik ben heel random. Dat wordt tegenwoordig wel eens als ouderwets gezien, Jori. Ja, je ziet dat. Daar komt de kans op een voorsprong. Nu al? Nou kijk, het zou kunnen dat ik er nu gelijk wordt uitgejiet, maar... Ik hoop het niet, maar... We kunnen een eind komen, al heeft de tegenstander nog genoeg tijd om onverwachte nederlaag te voorkomen. Timo Werner. Hij schiet. Kijk, je moet gewoon nog ver af. Ja, schieten en gewoon goed timen. Kijk, dan kan Luis Figo gewoon lekker. Gewoon lekker scoren. Gewoon echt gewoon op een mooie time. Je hoeft niet echt in het 16 meter gebied te staan. Kan het daarvoor ook gewoon doen, jongen. Het 16 meter gebied is niet altijd voor het scoren. Ja, het is wat je als je gewoon niet kan scoren en je wordt gewoon getackled. Dat is echt wel gewoon chill. Kans om te schieten. Ja, bedankt, zegt de keeper. De keeper ben ik redding. Bal is uit, ze mogen ingooien. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Aguero. Timo Werner. Kijk, als ik nu zo schiet, hè. Ik zal maar uithalen. Dan kon ik ook makkelijk scoren, maar ik doe het niet. Als je zo'n bal krijgt, moet je hem wel voor raken. Dit stelt niks voor. Die bal gaat over de... Wat zei die? Red niemand. Timo Werner. Goal. Timo Werner. 98. Iedereen kende zijn rol bij deze corner. Waarom zeg ik 98? Dat is een 89 spits. Dat denk ik ook. Het is geen Messi, het is geen Ronaldo hoor. Geen fucking goede spelers. Het zijn het echt niet. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. De bal gaat rustig rond. Wat doet hij dan? Sergio Aguero. Sergio Aguero. Aguero, ja. Gevaar geweken, de bal is weg. Kijk. Aguero, met veel gevoel gegeven door Aguero. De aanval levert. Aguero is wel lekker. Lekker. Hij is wel gewoon goed te gebruiken. Hij is lekker te gebruiken in de games. Dat probeerde ik te zeggen. Kijk, Aguero. Kijk, dit is gewoon de chillste manier. Dan gaat hij gewoon een soort van bijna eigen doel. Kijk, hij is hier zo goed voor. Hij is gewoon zo goed. Ik dacht ook dat hij naast zou gaan, maar op de paal. Maar hij ging er dus in. Hij is gewoon heel chill voor te gebruiken in sommige momenten. Vooral in drafts. Maar gewoon even zo'n Champions League kaartje. Ik vind het helemaal mooi. Hij roept altijd zo snel zijn naam. Sergio Aguero. Maar hij heet ook Kun Aguero zo. Kun Aguero. De bedoelingen zijn duidelijk. Kun Aguero. Zo snel mogelijk worden veroverd. Sergio Aguero. Dat is een kansrijke poging van Aguero. Weer een eigen doel. Weer een eigen doel. Hoe dan? Tweede doelpunt van de wedstrijd. Ja, het lijkt wel een eigen doel, maar ik denk dat hij... Kijk, hij scoort gewoon zo klein. Hij zit echt op die 1% kans, schiet hij maar in. Gewoon op die kans niemand op scoort, behalve Aguero.
als hij zijn derde winnen daar maakt, dan is hij echt heel goed daar. Aguero. Ja hoor, alle ruimte om nu te scoren. Spektakel. Aguero, wat deed je? Ja, buitenspel en hij zit ook gewoon, maar ja. Alleen wil ik buitenspel zijn, ja. Weinig mis hoor. Soms moet je ook een beetje mazzel hebben. Ja, ik had niet heel veel mazzel. Ik heb wel eens meer mazzel gehad. Mazzel. Trouwens, als jullie in de volgende, als ik nu niet word uitgeschakeld en als ik het vind in de volgende video, is het de eerste keer dat ik... Oh ja, dan zeg maar een rode kaart plus penalty, ja. Hij gaat gelijk op de rem. Ik vind wel goede keuze even. Kabim! Waarom zat hij niet? Waarom komt hij ook tegen de paal? Je hebt makkelijk gezeten. Sergio Aguero, uitgelezen kans om te scoren. Doelpunt wat scoren. Makkelijk vandaag. Ja, de aanval zal zich in de speeltuin waden. Ze kunnen doen laten wat ze willen. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. Zijn tweede. Hij is heel blij, die Werner. Dat deze wedstrijd al beslist is. Hoe blij wil je zijn, jongen? Aguero. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Hij heeft meerdere opties. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hier kwijt. Zo! Wat deed hij dan? Hele lekkere trucjes en dan schiet hij hem heel hard weg. Om die bal vanuit die hoek op doel te schieten. Dat was niet op doel. Gezien heeft het niet, hè. Kijk, je hebt natuurlijk een beetje kwaliteit nodig om deze bal op doel. Hé jongen. Ja, deze wat wil er nou? Hoorde ik nou een push of zijn het gewoon nog supporters? Het zijn supporters die op katten lijken. Timo Werner. Aguero. Sorry mensen die dit inspreken. Jullie lijken een beetje op katten. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. What the fuck doen hun dan? Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Alexander Arnold. Werner, hoe doe je het? Hoe kan dat? Hoe doet hij het ook weer? Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Timo Werner. Weer komt die bal. Hij doet het gewoon. Hij speelt een prima hij wedstrijd. Hij doet het. Hoe dan, Werner? Goeie ingreep. Maar is de, die is er vandoor. Timo Werner. Oké, kom. Hallo, dan. Timo Werner. Volging van Aguero. Oh, Aguero, die was echt lekker. Hij meldt zich voor de corner. Luis van... En nu doorgaan. Daar is opnieuw een doelpunt. Ik meen het. Dit is volgens mij een van de mooiste goals die ik heb gemaakt. Hij raakt hem nog mooi. Ik wil Werner hebben, jongen. En ik gewoon echt die in voor me, jongen. Die gozer die is niet normaal goed. 3 minuten extra tijd. Waarom deze gozer niet in FIFA 20? Sergio Aguero. Bij hoe heet dat? 100 rated is? Vraag me echt wel, jongen. Deze gozer is niet normaal goed. Aguero, nee! Dat vind ik niet leuk voor Aguero. Dat vind ik zielig. Maar dat is niet leuk. Heeft Aguero niet gescoord, omdat hij alleen tegen het lat aankwam. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Nou, bijna Luis Fonsi heeft gescoord. Waarom is Fonsi uit Luis Figgy? Aguero? Aguero, hij is heel blij. En dat is de derde vandaag. Dat is wel mooi, toch? Scoort die man toch makkelijk. Ja, dat is toch geweldig om hij kopt hem. Hij kan ook wel lekker koppen, volgens mij. 18.
Oké, let's go. Eerste helft, 8-1. Als die tegenstander nu opeens ziek goed is en scoort echt 10 keer bij mij, ja, dan heb ik verloren. Dat is geen kans daar eigenlijk. De tweede helft is begonnen. De eerste maar helft ik was nogal eenzijdig. Ben lastig bij 1-0. Aguero. Nu een keer via de andere hoek. Poging van Aguero. Doelpunt. Hij scoort altijd aan links of rechterkant. Hoe doet hij het? Hij doet het niet via het midden. Hij doet het niet via midden, ja. Hij doet het gewoon via links en rechts kan hij. En scoort hij. Ja, nee, dat was wel de bedoeling. Want ik wil even kijken of dit wel kon. Waarom hoor ik iedereen zeggen? Sergio, Sergio. Oh, dat dacht ik al. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekiept. Ja, met gevoel gegeven. Schitterende steekballetje. Loeihard. Loeihard. Ja, Kikis. Ryan Kikis. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Ik vind het wel leuk om even met wat mensen die nooit scoren. Nou, niet vaak scoren, wel vaak. Wel scoren, maar niet te vaak. Daar zit het, die bal is scherp. Ja. Hij wordt vrijgespeeld in de vind ik niet zo leuk dat Werner weer moet. Maar Werner die scoort alleen maar. Een snelle tegenaanval en daar hebben ze geen antwoord op. Zo makkelijk om voor Werner te scoren. Dan heeft hij ook al een keer rood gegeven. Dat wel bijna zijn hele verdediging eruit ligt. Helemaal niet leuk meer. Knap ingegrepen inbord. Fernand Bernardelho. Bernardelho. Formica. Formica. Komt dat schot? De doelman komt zijn doel uit en kan de bal zo pakken. Ja, pak op die bal en snel weer voortzetten. Aguero in het midden. Aguero, ja, maar je kan niet scoren uit het midden. Veel dieper gemoeten. Dat is onmogelijk voor jou. Aguero kan niet vanaf het midden. Een grote mogelijkheid. Zie je, hij kan echt niet vanaf het midden. En een daar is hij heel slecht in. De bal wordt voor het doel. Meen ik. Opgeruimd staat netjes. Hij is echt wel heel slecht in. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Er lag ruimte voor een snelle tegenstoot, maar die kans is nu verkeken. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Ja! Zo, klem vast die bal. Goeie redding hoor van de keeper. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Meegekomen. Die bal is voor de tegenstander. Donnarumma. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Donnarumma! Hij raakt af. Kom op! Laat mijn keeper ook een keer scoren. Dit is oneerlijk. Waarom schiet ik hem? Dat... Soms moet je ook een beetje mazzel hebben. Maar kijk, dan schiet je toch ook gewoon gelijk. Lijkt mij. Ik zou gelijk gaan schieten. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Oh oh, dat kan een dure fout worden. Gewoon schieten, jongen. Wat denkt hij? Die bal is een prooi voor de tegenstander. Arnia, you got him. Ballam! Die bal gaat recht naar de tegenstander. Hij neemt hem. Die verdediger bewijst zijn ploeggenoten een enorme dienst door de bal net van de doellijn te tikken. Ja, maar hemzelf toch ook. Niet alleen zijn ploeggenoten. Hij is zelf toch ook, maakt toch ook deel uit van het team. Zo, hij wordt even boos. De keeper wordt opgejaagd. Die Ehert of... De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Wat wil hij nou? Lullo. Fernand Bernardelho.
Prima gestoken, zo lijkt het. Timo Werner. Als die aanval deed dat. Had het gevaarlijk kunnen worden. Doeltrap. De coach haalt een wisselspeler van de bank. Kan ik die zilverspeler er niet inzetten? Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Kom op. Kom op. Nu schieten. Ja, let's go. Let's go, zo doe je dat, jongen. Sergio Aguero. Aguero gaat deze wel moeten scoren. Er ligt heel veel ruimte daar op de plank. Sala! Hij krijgt steun van een medespeler, dus hij kan de bal afspelen. Sala! Sala! Sala is zo moe. Maar dat Sala ook linksachter was, jongen. Niet verwacht. De bal ligt was zeker first birthday. We zien hier vandaag twee ploegen die bepaald niet aan elkaar gewaagd zijn. En ik kan rustig stellen dat de ene ploeg de andere volledig onder de voet heeft gelopen. Nog 5 minuten. Er liggen mogelijkheden hoor. Wacht, ik ga niet een beetje witten. Voordat jullie denken, ik ga Salah ga ik in de spits zetten. In plaats van Werner. En dan proberen met Salah nog te kunnen scoren. De laatste minuten. Aan de zijkant, ja. Dat is mijn voor het doel gebracht. Ding wat ik wil gaan doen. Kijk, Salah staat hier nu. Hij is heel snel gelukkig. Doelman staat er alleen voor. Sala. En dat scoort Sala. Veel van het doelpunt. Ze benutten het op papier. Dit is Spurt Burger, toch? Uitstekend met een geweldige goal, hoor. Ja, uitstekend gebruik gemaakt van de ruimte. Het lijkt makkelijk, hoor, maar dat is het echt niet. Nou, we zijn al lekker Sala. Weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Mohamed Salah. Het gaat ze makkelijk. Mooie, zuivere steekbal. Met veel gevoel gegeven door Aguero. Hij werd even op de grond geïet. Dat was een heel aardige kans. Ja, je kunt wel horen wat de fans vinden van Sala. Dat is een goal. Geweldige goal. En wat benutten ze de overtalsituatie? Lekker Sala. Ja, ze weten het. Oh, het is echt goed hoor, die Sala. Je hebt hem, ik kan hem links achterkopen, maar ik denk dat hij beter is in spits, jongen. En daar is het 13-1. Let's go. Ik denk dat het volgende potje wel wat lastig gaat worden. Dus jongens, ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. En zeg ik la. Tush.